Wel jammer dat moet ik niet tegenkomen. Het weer dingen, zo twee dingen moest doen. Zo. Ja. Ja. Ja, hij stopt gewoon. Hij af en toe je stopt, blijf je dit droom. Af en toe. Stop. Dan zie je niet. Ja. Ja. Ik moet even leren om door de microfoon te praten, dus dat ga ik nu even doen. Ik ga straks een verhaal voorlezen van Khaled Hosseini, Reden aan de Zee. Kunt u mij allemaal zo verstaan? Ja, kijk gewoon schil naar die microfoon en dan naar dat boek, hè. Dus nou, we moeten niet meer kijken naar die microfoon. Mijn dierbare Marvin. In de lange zomers van mijn kinderjaren, toen ik even oud was als jij nu, spreidde jouw ooms en ik onze matrassen uit op het dak van de boerderij van je opa, even buiten Homs. Is dat goed verstaan? Ja, prima. Toch niet hoor. We werden elke ochtend wakker door het geritsel van de olijfbomen in de wind. Het gemekker van de geit van je oma, het gerinkel van haar pannen, de frisse lucht en de zon, een bleke rand van dadelpruim in het oosten. We hebben je ermee naartoe genomen toen je nog een peuter was. Van dat tochtje bewaar ik een scherpe herinnering aan je moeder, die je een kudde koeien liet zien. Graag